uur van zelfgebakken brood maakt je instant happy. Julius Personen is er gek op en bakt voor ons kraakverse broodjes met een twist. Maar één ding staat altijd vast, ze zijn allemaal krokant gebakken. Vandaag maken we een pizza radiere. Dat is een Franse versie van een pizza met allemaal coole toppings, burrata, geconfeite tomaten. Ideaal voor de winter barbecue. En dat maak ik met de focaccia mix van Niam met allemaal frisse kruiden erin. We gaan beginnen met onze bloem. Exact de helft van een pakje focaccia Niam mix. Wat we nu gaan doen, is we gaan daar een cirkeltje van maken. Dat alles mooi ruim in een cirkel zit. Dan gaan we ons vocht eraan toevoegen. Dat is ongeveer 125 gram, maar je voelt dat ook zelf een beetje aan. Wat we ook nog gaan doen, is we gaan dat een klein beetje besprenkelen met een paar druppeltjes olijfolie. En nu gaan we kneden totdat we een vlies kunnen vormen. Mooi langs de zijkant de bloem wegnemen, totdat je een mooi deegje begint te krijgen. We gaan hier een kneedbeweging maken. Dus je neemt eigenlijk telkens de zijkant van je deeg en die duw je eronder en dan kneed je zo, hup, alles bij elkaar. Dus we zien dat ons deeg een mooi balletje begint te vormen. Nu gaan we kijken of dat ons deeg goed is. Dus wat je doet, je neemt een klein balletje ervan. Dus we gaan hier lichtjes ons deeg uit elkaar trekken. En als je dan ziet dat het lichter begint door te zijn, dat je vlies kan vormen, dan weet je dat die goed is. Nu gaan we nog een klein beetje bloem in onze kom doen. Een klein beetje, gewoon dat die lichtjes bestrooid is. Dan gaan we ons balletje erin leggen. Nu gaan we een handdoek pakken en gaan we dat een klein beetje bevochtigen. Gewoon dat die niet te droog is. Yes. Dus ik leg de vochtige handdoek erop. Het is belangrijk dat de handdoek in contact komt met de deeg. Dat hij niet te veel uitdroogt. En dan leggen we hem hier aan de kant voor een half uurtje. Dan kan hij een beetje rusten. En dan beginnen we aan ons volgende, de geconfijte tomaatjes. We gaan beginnen met een pannetje met water op het vuur te zetten. Omdat we straks het velletje gaan verwijderen van onze tomaten. Yes, de tomaatjes. Wat we nu gaan doen, is we gaan gewoon met een mesje een klein sneetje erin maken. Dat het iets gemakkelijker is voor ze straks te pellen. We gaan ze er van eerst een keer hierin doen. En dan gaan we gewoon 10 secondjes wachten. 10, 9, 8, 7, 6. We gaan ze hier afgieten. En dan gaan we er gewoon koud water over doen. Want de bedoeling is echt dat we ze niet verder haren. Dat willen we niet, want anders krijg je zo'n soort van pap. We gaan ze eruit. En zoals je kan zien, begint het pelletje zelf vanzelf er al een klein beetje van te komen. En dan kun je ze zo heel gemakkelijk pellen. Dus we snijden ze in twee. Nog een keer in twee. En dan halen we eigenlijk binnenste eruit. Al die pitjes, dat willen we niet gebruiken. Dat is allemaal vocht. Dat is klaar. Dan gaan we nog een keukenpapiertje nemen. Dat we nu gaan doen, looktentje erbij. Die leggen we erbij en dan gaat hij zijn smaak afgeven in de oven. We gaan eerst ons suiker erover doen. En dat gaat zo wat die zoetzure umami smaak geven. Klein beetje zout. En dan gaan we ze nog een klein beetje bestrijken hier met olijfolie. Voilà. En dan mag dat in de oven, 95 graden. Een uurtje, maar ook het is een klein beetje kijken, spelen, voelen. En dan kun je zelf zien wanneer ze ready zijn. Ik heb hier al eentje voorbereid. Ik kan dat makkelijk 2 weken bewaren in de koelkast. Gewoon onderzetten in olijfolie en dan zijn ze perfect. Oké, dat ziet er goed uit. Het heeft een half uur gerezen. Klein beetje bloem aan de bovenkant. En dan kunnen we hem een klein beetje eerst met de hand uittrekken. En dan gaan we kijken voor hem er mooi in te leggen. Belangrijk wel dat je niet te veel haartjes hebt erin. Ik ga er juist nog een klein beetje olijfolie over doen. Ook met je vingers mooi inmasseren. We gaan nog een klein beetje tijm erover doen. Hup, erover. Oregano hou er ook bij doen. Een half uurtje rusten en dan is die klaar voor te bakken. Terwijl ons deeg hier aan het rusten is, gaan we beginnen aan onze crème van burrata. En dat is niet erg dat er een klein beetje van dat vocht bij zit. Een klein beetje olijfolie. Dat is op het gevoel. Dat mag wel royaal zijn. We gaan daar ook nog een klein beetje zeezout aan toevoegen. En dan heb ik ook nog fenkelzaadjes mee. Yes. En nu de mixer erin. Oké. Dus nu ga ik gewoon nog een simpele tapenade maken voor erop te doen. We gaan beginnen hier met zwarte olijven. Klein beetje kappertjes, dat zouten, super lekker.
En dan hier onze anchovies. Die mogen er ook bij. Dan gaan we er hier nog een teentje look ook nog bij doen. Knal je erbij. En dan gaan we olijfolie over doen. En mixen. Voilà, perfect. Onze pistoladière is mooi gerezen. Nu gaan we hem afbakken, 200 graden, een kwartiertje. Ondertussen is die mooi afgekoeld en gaan we beginnen met het decoreren van onze burrata-crème. Dus dat mag echt wel heel rijkelijk gestreken worden. Onze tomaatjes gaan we er ook op doen. Dan mediterraanse erin. En dan als laatste gaan we hier onze tapenade nemen. En dan werken we af met een beetje basilicum. Kijk wat je hebt staan in je tuin. Ik heb hier ook wat vervijnen gezien. Voilà, perfect. Ready to eat, zou ik zeggen. Dus we hebben onze focaccia pistoladière, crème van burrata, tapenade en geconfijte tomaatjes. Geniet ervan op jullie winterbarbecue. Enjoy!